Lieve mensen, eindelijk is het dan zover. Zaterdagavond 25 mei de Israëlprees in Alblasserdam. Deze wordt gehouden in het gebouw van Jozua aan de Amperestraat nummer 4 en begint om 8 uur. We hebben een prachtig programma samengesteld, geweldige muzikanten uitgenodigd. We hebben een bijzondere gast in ons midden die ons bij zal praten over de actuele situatie in Israël en zelf hoop ik ook een woord te delen. We mogen zaterdagavond de Heere God loven, prijzen en Hem aanbidden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wist je dat lofprijs en aanbidding geweldige wapens zijn die wij mogen hanteren, in onze hand mogen nemen en dat daar geweldige kracht van uitgaat? Ik moest denken aan de woorden uit 2 Kronieken 20, vers 22, waar staat: juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen en zij werden verslagen. Laten we de wapens van lofprijs en aanbidding ook in onze handen nemen, hanteren. Laten we het praktiseren, zodat het recht zal zegevieren in de huidige situatie, ook juist heel bijzonder in Israël. En dat we in een tijd van groeiend antisemitisme onze solidariteit aan Israël ook mogen tonen. Daarom bij deze van harte welkom komende zaterdagavond. Kom zelf en neem anderen mee. Ik hoop je te zien. Ik hoop je in Alblasserdam te ontmoeten. Tot dan. Shalom.